Vertel jezelf eens voor, man. Ja, ik ben Ryan. Mooi, die stem. Ik had dat even niet verwacht, man. Vroeger waren we samen op een feestje. Ja? En ik kon niet dansen en jij wel. Oh, jullie kennen elkaar? Ik weet dat niet, man. Ik weet dat echt niet. Wie zou je kissen, wie zou je killen en wie zou je marryen? Mag ik 3 keer killen? 3 keer killen? Wauw! Maar zou jij hem dan ook terug marryen, denk je? Ik snap je? Niet Lacoste. Op uw type. Oh, dat is gewoon racist. Oh, ja. Omdat ik zeg dat je mijn type. Waarom wil je haar killen? Ah, ik weet niet. Ja, ze lijkt gewoon zo. Ik zou. Wat? Ja, ik heb geen actie. Ik kan niet kiezen, man. Yo, mijn naam is Kaya Junior. En ik breng je weer een nieuwe video. Vandaag ben ik hier bij 3 bitches. Sorry. Ik kon dat niet, man. Yo, mijn naam is Akala Junior en ik breng je weer een nieuwe video. Vandaag gaan we iets heel leuk doen. We gaan Kiss, Marry of Kill spelen, maar met 3 modellen. Dames, kom maar eventjes in beeld. Hallo. Hoi. Stel jezelf eens voor. Hallo, ik ben Dikra en ik ben 19 jaar. En van waar moeten de mensen jou kennen? Instagram en TikTok. Stel jezelf eens voor. Hallo, ik ben Ella, ik ben 19 jaar oud. En van waar moeten de mensen jou kennen misschien? Een beetje van Insta misschien en een klein beetje van TikTok ook. Kan, ja. En hetzelfde voor jou. Ik ben Fleur, ik ben 20 jaar en misschien van Instagram. En wie denken jullie van jullie dat er gaat winnen? Wie gaat het meeste gekild worden volgens jullie? Ik ga het meeste gekild worden. Ja? Nee. Ik ben een beetje te braaf. Jij gaat gemarried worden. Ik denk zij kiss en zij married. Zij is dame. Ik denk dat jij het meeste gemarried gaat worden. Ik denk dat jij het meeste gekild gaat worden. Wow. Maar we gaan zien. Vergeet sowieso niet te liken, abonneren. We willen graag de 30.000 abonnees behalen aan het einde van dit jaar. Dus laten we starten. Ja. Let's go. Zijn jullie van de dames, boys? Sowieso. Ja? Ja, man, sowieso toch. Oké. Ken je het spel Kiss, Marry, Kill? Ja, man. Ja? Nee, man. Nee? Nee. Je kent dat niet, bro. Woon je onder de grot? Hij is niet op social media. We zijn niet op social media. Ah, nee. Het is eigenlijk gewoon, zeg maar, 3 dames komen. Je moet eentje kissen, eentje killen, eentje marryen. Maar ik heb 3 dames voor jullie die nu gaan komen. Ja, dames, jullie mogen komen, hoor. En wat is jullie eerste indruk van deze dames? Knap. Die mogen er zeker wezen. Oh, heel mooi verwoord, heel, heel mooi verwoord. Ja, ik heb die spel niet, dus hij mag beginnen, of niet? Ja, maar ik vind dat ook een goede regel. Ik heb die spel niet, dus hij mag beginnen. Wie van deze dames zou je killen, kissen en marryen? Denk maar rustig naar, er is geen druk. Zeker geen druk. Er is geen druk. Er is geen fout antwoord. Oké. Moet ik dan gewoon? Ja. Kill? Wie kill je? De rechtse. Dus aan, oké, ja. Oké. Nu tussen Kiss en Marry. Kiss? Ja. Haar kissen? Oké, nice. Thank you. En haar ga je marry. En waarom kill je haar? Gewoon niet mijn type. Is niet een type? Oké, netjes. En waarom wil je haar marryen? Ziet ze eruit als wifi materiaal? Ja, daarom. Snap je? Ze is knie gekleed. Jij lijkt niet echt op iemand ja, die ik heb. Eén type shisha-pin. Ga je eerlijk zeggen. We zien die shisha-pin en dat was dat van no-go. Snap je? Dat was al direct. Daar moeten we direct schakelen. En gewoon shisha-pin, ik pook die shit, man. Dat is gewoon decoratie. Maar zou je hun ook willen marryen, denk je? Maar als dat goede jongens zijn, wel. Oké, nice. Maar niet alle twee. Jouw. 1 man maar. En wie van de 2 zou je dan kiezen? De linkse. De linkse, oké. De rechtse is een beetje te bekend, denk ik. De bekend, ja bro, je hebt te veel clout. Welke links, welke rechts? Wacht. Ik ben confused. Jij zou hem marryen? Ja, want je hebt zo'n TikTok en dat is allemaal leuk en zo, maar veel meisjes. Veel knappe meisjes. Dat gaat je niet ontkennen, hè? Ik heb mijn DM's nu laten zien, hè. Nul meisjes. Nul meisjes. Kun je de camera zeggen van, er zijn geen meiden in jouw DM's? Er zijn geen meisjes in mijn DM's, daarom... Saaik! Nee broer, ik zou je niet uitnodigen, snap je? Saaik. Iedereen is welkom. Heb je een beetje succes bij de dames? Nee man. Nee, je bent niet van de dames? Nee man. Wat vind je van deze 3 dames? Ze zijn gewoon mooie meisjes. Ja? En wie van hun zou je... kiezen, wie van u zou je killen en wie van u zou je marryen? Als je de keuze moest maken. Denk maar rustig na. Even kijken hoor. Ik zou haar wel marry, haar kiss, haar kill, sorry. Dat is geen probleem. En waarom zou je haar killen? Ik weet niet, niet gelijk mijn type man. Ah, niet gelijk je type. Ja. En waarom wil jij haar marryen? Ik weet niet. Daar staat wifi vibes mooi uit. Mooi stijl. Oké. Nice. Ja, en zou jij hem ook marryen terug?
Hij is een beetje te jong voor mij, maar hij is wel echt cute. Ah, ja, je bent cute, man. Dus dat betekent, binnen 3 jaar heb je misschien kans. Wil je het zeggen tegen de kijkers thuis of zo? Ja, blijf kijken. Abonneer ook zeker en zo. Abonneer is heel belangrijk. 30k willen we halen. Ja, zeker, zeker. Yo, stel jezelf eens voor, man. Ja, ik ben Ryan. Ik ben die stem. Ik had even niet verwacht, wat is dit? Oké, sorry. Je noemt? Ryan. Ah, oké, Ryan. Hoe oud ben je? 15. Wat vind je van deze 3 dames op eerste zicht gewoon? Ah, ze zijn allemaal even mooi. Allemaal even mooi. Oh, dat is schattig. Oké, ik hoor je. Maar als je de keuze had om iemand te killen, iemand te kissen, iemand te marryen, wie zou je kiezen? Denk maar rustig naar, het is geen druk. Ja, nee, geen nare gevoel. Doe gewoon je ding. Ik zou haar killen, haar kiss en haar marry. Weer al marry zijn. Dat is 2-2, man. En waarom wil je haar killen? Ah, ik weet niet. Ze lijkt gewoon zo... Wat? Ik heb geen actie. Ik kan niet kiezen, man. Ik ga niet kiezen. Dus gewoon op gevoel ga je... Op gevoel, oké. Okay. En waarom wil je haar marryen? Ze lijkt op white material. Ah, ik zie. Dat is lief. Maar wat vind je ervan? Ik vind dat kei schattig. Ja, ik vind dat ook, man. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers thuis, een SO geven of zo? Zeker verder kijken. En als je niet abonneert, dan ben je geen strijder. Ja, maar je hoort het. Dan ben je geen strijder, man. Love. Ik sta hier met een super frisse jongen. Stel jezelf eens voor, bro. Danny D2R. Ja, dat ben ik. Oké, nice. Wat vind je van deze drie prachtige dames die ik hiervoor heb? Mooie dames. Bro, je hebt niet eens gekeken. Je zegt maar mooie dames. Ik heb ze al gescamd. Oh, je bent zo iemand. Kijk naar mijn ogen. Oké, ik hoor je. Stel je voor je hebt de keuze om iemand te killen, te kissen of te marryen. Wie zou je kiezen? ik weet dat ook niet, wat. Doe maar rustig. Yes. Marry, kiss en kill. Yes. Okay. Marry... We marry you. Yeah. Ah, oké. Okay. Nice. Kiss, kill. En waarom ga je haar killen? Ik weet niet. Zij de opmerking, ja. Nee. Gewoon, anders, zij is ook mooi, maar meer mijn type is dat. Ja. Ah, meer type, oké. En waarom wil je haar marryen? Ze heeft mooi haar. Oké. Okay. Stel je voor, je zag haar in een club of zo. Uh-huh. En je zou wel fixen. Hoe ga je dat doen? Wat is de pick-up line? eigenlijk gewoon die snap vragen, toch? Heb je snap? Oké, vraag haar snap. Heb je snap, ja? Oké, stel eens, ik kom voor de eerste keer tegen vraag haar snap. Ja? Vraag haar snap. Ah! Mag ik alsjeblieft je snap? Ik heb geen snap. Heb je Insta? Wat zeg je? Heeft zij Insta? Ze heeft geen Insta. Goed, vraag. E-mailadres. 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 Moet je e-mailadres sturen? Bank rekening. Om mijn knieën. Met die Jordan patas. Moeilijk, hè? Moeilijk, hè? Dus, stel je voor iemand zegt, geen Insta, wat ga je doen? Maar dan laat ik die, er bestaan andere dames. Mooi antwoord, andere dames inderdaad. Ik sta hier met een super frisse jongen, man. Alles goed, of zeg je? Rustig, broer, met jou? Ja, maar gaat lekker. Ben jij van de dames? Ben ik van de dames? Nee, man. Eigenlijk niet, man. Eerlijk gezegd, ik ben vrij rustig. Okay. Ik ben op mijn grind, snap je? Ken je het spel Kiss, Marry, Kill? Ja, man. Ben je down om te spelen? Is goed, man. Ik heb 3 prachtige dames voor jou. Kom maar even tussen beeld, dames. Hoi. Op eerste zicht, wat vind je van deze 3 dames? Alle 3 knappe dames, sowieso. Oké, okay. Nice. Of wat vinden jullie van hem, dames, eerste zicht? Knappe jongen. Dankjewel. Niet mis. En dan met de zonnebril op, hè? Netjes. Stel je voor, je moest eentje killen, kissen en marryen. Wie zou je kiezen? Dat is nummer 1, dat is nummer 2, dat is nummer 3. Deze is moeilijk, man. Pak je tijd, er is geen druk. Sowieso 3 mooie dames. So don't be offended, allemaal knappe dames, maar ik moet kiezen. Ik hoor je. Ik zou zeggen, kiss, marry, kill. Oké. En waarom zou je haar killen? Geen specifieke reden eigenlijk. Gewoon... Ik kan dansen. Misschien daarom, man. Vroeger waren we samen op een feestje. Ja? En ik kon niet dansen en jij wel. Oh, jullie kennen elkaar? Ik weet dat niet, man. Ik weet dat echt niet. Ik zag heel van de dames. Ik ben niet van de feestjes. Ah, zij was niet van de dames. Replay. Ik ben niet van de dames. Ik ben heel rustig. Ik herinner me dat niet, man. Man was blim.
Hij was blim. En waarom wil je haar marryen? Ik weet niet, man. Ik weet niet, ze ziet er gewoon goed uit, snap je? Oh, een beetje body. Ik geloof dat wel, snap je? Alright, nice, nice, nice. Zou je hem ook kunnen marryen, denk je? Ja. Ja, ja. Oké, nice, nice, nice. Wil je nog een esto geven naar iemand of zo? Esto naar jou, man. Blijf pushen. Sowieso moet. Blijf op de grind. Ah, love, man, love. Komen, man. Sowieso. Alright. Love. Ik sta hier met mijn collega, alles goed? Ja, maar ja, broer. Ben jij van de dames, bro? Nee. Nee. Maar er gaan geruchten rond dat je een vriendin hebt. Klopt dat? Ja. Oké. Dus je praat niet met andere dames. Zot. Ik praat niet met dames. Ah, ja. Nee, ik praat. Normaal praat met dames. Maar nu niet op de relatie. Het is goed, het is goed. Ken je het spel Kiss, Marry, Kill? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ah, oké, ik heb 3 mooie dames voor jou. Die mogen allemaal komen. Krijg je het al warm, bro? Te koud, oké. Sorry, hè. Koud. Wat vind je van deze 3 dames? Mit. Mit? Mit is, ja. Waar, hé? Oh ja, hé, wow, is jouw mening? Oké. Wie zou je kissen, wie zou je killen en wie zou je marryen? Denk maar rustig na. Mag ik 3 keer killen? 3 keer killen? Wauw! Hey, bro, dat relatie, de wifi. Oké. Kill, ja. Hij wil jullie 3 keer killen. Broer, nog nooit gehad, maar oké. Okay. Wat vind je... goed zitten, bro. Wat vind je ervan dat hij jullie alle 3 gewoon gekillt heeft? Maar hij heeft wel een vriendin. Maar ik ben blij dat jij loyaal bent. Dat is waar. Loyale jongens zijn... Nee, wat moet je zeggen? Ik wist niet dat jij een vriendin had. Maar... Oké, stel je voor, had je geen vriendin. Zouden jullie hem dan kunnen marryen of zo? Eén van jullie 3. Ik niet. Nee? Niet zo jong. Maar ze is echt bedoeld, hè. Hij is ook niet echt mijn type. Niet jouw type? Nee. Zeg zelf die krullen? Die doen niks. Nou, ja. Broer, je valt niet in de smaak, ben je jammer genoeg. Maar je hebt een wifi, dat is geen probleem. Ja, broer. Moet je een esso geven naar je wifi misschien? Nee, dat doen we niet, broer. Moet je esso naar de wifi van Nizar? Voor de eerste keer laat iemand mij klein voelen. Broer, hoe oud ben je? 16. Deze man is 16. Broer, wat eet je? Raast, maar elke dag. Oh, oké, ik hoor je. Ben jij van de dames, bro? Moet, altijd. Ja, altijd. Oké, ben smooth en zo. Alsjeblieft. Ik ben smooth. Sowieso, man. Ik heb 3 prachtige dames voor jou. Jullie mogen eventjes in beeld komen. En, wat vind je van deze 3 prachtige dames hier? Heel mooi. Echt... Broer, je kijkt niet eens naar hun. Nee, echt mooie meisjes. Ja? Ja? En wie van hun zou je killen, kissen en marryen? Zo moeilijk, maar... Denk maar rustig na, bro. Er is geen druk. Alik. Wacht, hoor. Moeilijk, hoor. Nee, oké. Wacht, hoor. Kiss, marry en kill. Dus kiss, marry en kill. Maar... En waarom wil je haar killen? Nee, ik weet niet, Alik. Nee, oh, je bent aan twijfelen nu? Ja, man. Ik wil ze allemaal voor mijn eigen houden, maar ik ken niet. Oh, hij wil ze allemaal voor zichzelf houden, wauw. Afknapper, waarom? Vier vrouwen mag. 4 vrouwen mag? 4 vrouwen. In welke religie? Islam, gewoon. In Senegal, Afrika, alles mag gewoon. Oké, ik weet niet als iemand of dat juist is, ik weet dat niet. Ben jij een boy van de dames? Nee bro, ik ben een man van God. Een man van God, je bent kind van God. Mooi, niet kind. Ik ben een man van God, snap je? Man van God, oké. Ik hoor je, zeker? 100%. Oké, ken je het spel... Waarom lach je? Oké. Ken je het spel Kill, Marry, Kiss? Ah, ja, ik heb dat eens gezien op YouTube. Ah, je hebt dat gezien op YouTube, oké. Ik heb 3 mooie dames voor jou. Voor mij? Ja, jullie mogen in beeld komen, dames. Dus wie van hun zou je killen, wie van hun zou je kissen en marryen? Ik denk jij, Mary. Ja, kus en sorry, maar voor mijn woorden. Jij gaat haar killen. Maar, nee, maar, ja. Ja, en waarom? Welke reden? Omdat de andere 2 eerder mijn type zijn dan de andere. En zij zou je marryen? Ja. Waarom dat? Ze heeft mooi haar. Oh, jouw haar valt in de smaak. Enige reden. Dat is de enige reden ook. God weet. God weet. En zou jij hem ook kunnen marryen, denk je? Nee, niet per se. Niet per se, eenzijdig, is niet erg.
Ken je het spel Kiss, Marry, Kill? Ja, man. Nice, ik hoor je, man. Wat is het gezicht dat we nu gaan spelen? Dan gaan we het spelen. Ik heb 3 modellen voor jou die nu gaan komen. Kiel. Dames, die mogen in beeld komen. Oké, 3 mooie dames. Hè? Je bent te sprakeloos precies ineens. En wie zou je kissen, wie zou je killen en wie zou je marryen? Denk maar rustig na. Laat me even goed kijken, toch? Ja, man. Kijk goed. Mm-hmm. En wat is jullie nationaliteit? De Marokkaans. Congolees, Spaans en Belg. Enge mix. Congolees. Snap je? Enge mix. Oh, echt, voor de mensen begrijpen, mijn papa is light skin. Dus daarom. Okay. Enge mix. Ik ben gewoon volledig Belg. Dat eindigt zo volledig Belg. Precies als erg of zo. Laat me even. Ik ga een beslissing maken, ja? Kies. Mary Kill. En waarom zou je haar killen? Waarom ik haar zou killen? Ja? Omdat ik. Was dat Belgisch of wat? Ik val meer op wat exotisch, snap je? Oh, meer op exotisch, oké, okay, cool. Ik heb wel heel veel temperament. Oeh, ja, man. Misschien ben je wel een baddie, ik weet het niet, snap je? Oh, ik hoor je, ik hoor je. En haar wil je marryen? Ja, man. En waarom wil je haar marryen? Ze komt van mijn buurland. Ik ben Angolees, snap je? Ah, je bent dus Ango, oké, okay, ik hoor connectie. Je. Die connectie, ik hoor je. Ja, het is gewoon grens. Ja, man, precies. En zou jij hem, denk je, kunnen marryen? Maar Angolezen zijn gevaarlijk. Angolezen zijn gevaarlijk. Jullie zijn zo sensueel. Dat is niet haar love language, blijkbaar. Gewoon. Of wel? Beetje. Maar gevaarlijk. Gevaarlijk niet. Ik sta hier met Appie. Ibrahim. Ibrahim. Kijk eens, 2 Ibrahims? Ja. Ah, nice. Ben jij van de dames, bro? Hang ik ervan af. Is dat van de dames? Ja. Ah, je laat het lijken, hè. Je bent op kip. Ik had een leugendector misschien moeten meenemen vandaag, man. Ja, dames, we mogen komen. En wat is de eerste indruk van deze dames hier? Gewoon mooi. Gewoon mooi. Ja. Nice. En wat vinden jullie van hem? Is dat jullie eerste indruk? Ja. Hoe hij eruit ziet. Ziet er slim uit met zijn brilletje. Oké, ben je slim? Ja, soms. Oké, ik geloof het ook. Wie zou je van hun kissen, wie zou je killen en wie zou je marryen? Denk maar rustig na, bro. Vraag misschien steun aan jouw vrienden of zo. Ja, dat helpt mij een beetje. Kiss, marry, kill. Ja. Dat is een beetje gesjoem als ik ook ga killen, holla. Het lijkt me geen hart op of zo, maar... No hard feelings, man. Kijk, maar je moet dat niet serieus nemen of zo. Het is hier gewoon... Gewoon de vibes. Je kunt toch niet 2 mensen kissen of zo en... Nee, man, dat gaat niet. Je moet iemand killen. Wacht dan. Okay. Wacht, de middelste kiss. Oké. Okay. Hola, moeilijk, hola. We vinden dat niet erg. Sowieso. Ja. Die gaan nog steeds even goed dagen straks, snap je? Rustig. Ja. Marry you kill. Oh, sorry. En waarom zou je haar killen? Welke reden? Niet echt mijn type. Ah, niet echt je type, oké. Okay. Ja. En waarom zou je haar marryen dan? Ja, maar ik weet, ze ziet er ook zo... Wifey material. Ja. En loyaal en zo. Lijkt praten. In welke manier praat? Braaf meisje. Wat is braaf? Ja, wat is braaf? Dat vragen we allemaal af. Ja. Ze lijkt niet stout. Misschien nu niet. Nooit niet. Oh. Misschien nu niet. Wanneer dan wel? Maar zou jij hem dan ook terug marryen, denk je? Ik snap je? Niet Lacoste. Op uw type. Ah, dat is gewoon racist. Oh, ja. Omdat ik zei dat ik mijn type is. Hij gaat toch goed? Oh, ik ben dat. Ik ga terug naar een land. Oh, maar ik ga terug naar Istanbul. Nou, dit was een heel leuke video. Als ik meer zulke shit moet doen, laat het gewoon weten in de comments. Volg zeker deze 3 prachtige dames op Instagram. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want we willen graag de 30.000 abonnees behalen aan het eind van dit jaar. Abonneer, jullie horen het abonneer. Goed. Ja, wij zijn door. Ciao.